Suriname is binnenkort volwaardig lid van de World Association of Girl Guides en Girl Scouts. Suriname voldoet aan de gestelde criteria van de wereldorganisatie. In ons land horen de gidsen Suriname en het Surinaamse padvindersgilde zich bezig met de padvinderij onder de meisjes. Voor de twee organisaties wordt de toetreding een groot succes. Vanaf 1968 zijn we dus zo bezig om dus lid te worden van de wereldorganisatie. Dat is de WEX, World Association of Girl Guides and Girl Scouts. En eigenlijk in 1972 was Suriname, dus de meisjespadvinderij, ready om lid te worden van de WEX. Er is nu een delegatie hier, omdat de criteria om dus full member te worden versoepeld is geworden. Vroeger moest je een x-percentage van je bevolking hebben als lid om dus toegelaten te worden tot full member. Maar de laatste jaren is dat dus versoepeld, waardoor we nu als Suriname hebben gezegd, we gaan voor full membership. Gidsen Suriname en het Surinaamse padvindersgilde werken eraan om zoveel mogelijk meisjes aan te trekken voor de padvinderij. Een uitdaging daarbij is dat jonge meisjes tegenwoordig veel minder geïnteresseerd zijn om in de natuur bezig te zijn. Volgens Mirjam McIntosh is er een plan hoe deze jongeren bekend te maken met de padvinderij. Wat wij proberen te doen ook is meer meisjes te krijgen en het padvinderspel, dat is een spel. Het is niet een rigide ding, het is een spel. We leren ze natuurlijk alle waarden en normen. Als je zegt een padvindster is eerlijk of een gids is eerlijk, dan ga je het ook gaan uitbeelden. Je gaat die dingen ook in je dagelijkse leven. Dus we geven ze die tools om dan nuttige burgeressen te worden in de Surinaamse samenleving. En we gaan er echt voor. We gaan nu voor onze recruitment, de werving van meisjes. Waardoor we natuurlijk onze organisatie, beide organisaties kunnen laten groeien. En meer meisjes kunnen het voordeel kunnen hebben van die padvinderij. Niet alleen maar straks soms als je een programma hebt, maar we hebben ook heel veel lol met elkaar. Want ook deze meetings, alhoewel het heel strakke meetings zijn om na te gaan als al onze zaken in orde zijn, hebben we ook heel veel fun met elkaar. Dat is ook de padvinderij. De internationale organisatie geeft ook aan dat het aanwerven van jonge meisjes niet alleen in Suriname een probleem is, maar ook in de andere lidlanden. Er wordt eraan gewerkt om meer te gaan doen met de ontwikkeling op het gebied van de technologie. Fawaka, hello. Suriname is part of the Western Hemisphere region. So we're a team of two from WAGS to work with the associations here over this weekend. We're here to see their progress, to see what sterling work they're doing within your society. They've been doing work in terms of the environment, in terms of gender equality, the empowerment of girls and women. And all of this in the context of the mission of WAGS, which is to enable girls and young women to develop their fullest potential as responsible citizens of the world.